Hallo lieve volgers, super fijn dat je weer hier kijkt op Daily JC. Het is vandaag zondag, alweer de laatste dag van de week. Het gaat weer allemaal zo snel je wordt. Weet je, zeker omdat de dagen nu al korter worden. Je staat op en het wordt eigenlijk alweer gewoon een soort donker. Zie ik daar nou gewoon ijs liggen? Wat is dat? Dat is letterlijk gewoon ijs. Dat ben ik nou helemaal gek. Wacht even, hè? Of groeit er nou gewoon gras? Ja, je ziet het niet heel erg goed. Maar daar, dus je hebt het water, de vlonder. En dan heb je daar, tussen het gras en het water heb je ook iets zitten. Wat is dat? Is dat ijs? Heel apart zeg. Nou ja, daar maak ik me weer druk om. Vandaag ga ik werken. Ik moet op zondag werken. Ik ben maandag dan altijd vrij. In deze tijd van het jaar, november, december. Maar eigenlijk ben ik morgen helemaal niet vrij, want morgen heb ik televisieopnames. Ook wel heel leuk. Maar goed, dat is voor morgen. Ja, vandaag werken. En verder eigenlijk niet zoveel. Lekker chill. En vreemd. Oh. Ik had zo eng gedroomd weer. Soms droom ik zo raar. Ik had zaterdag, gisteren had ik een hele rare droom. Maar vannacht had ik een hele enge droom. Echt weer heel eng. Ik kreeg er helemaal een soort kippenvel van. En dan denk ik van yes, ik word weer wakker. Dan wil ik wakker worden. Dan denk ik natuurlijk weer van oh, het is fake. Nou, goed, ik ga me een beetje klaarmaken. Ik heb wel eventjes nog, maar even een beetje klaarmaken. Fijn dat je er bent. Doe een duimpje omhoog. Altijd als ik verkouden ben, dan krijg ik een soort van schaafneus, om het even zo te noemen. Dus dan zit ik zoveel te snuiten met zakdoekjes, dat ik echt zo'n rauwe plekje krijg. Dat het gewoon een beetje gaat, ja, bijna een soort vervellen. Het is een beetje een raar gezicht. Dus ik doe altijd even voordat ik ga slapen echt een bom vaseline erop. Dan kan het allemaal lekker intrekken in de nacht. En dan is het de dag erna al een stukje beter. Maar dan ga ik weer in de weer en dan gaat het weer. Dus ik moet even daar een soort methode van zien te vinden. Aan de ene kant, je kan het ook gewoon laten zitten. Maar ik vind het een beetje een onsmakelijk gezicht. Ja. Ik had net ook een mini bloedneus. Dus ik denk dat ik iets te hard snuit. Ik word er echt al jarenlang ook door mijn ouders geattendeerd dat ik niet te hard moet snuiten. Maar dat is iets. Ik kan gewoon niet zo snuiten. Dat kan ik niet. Ik moet gewoon en dan komt het er allemaal uit. Ja, echt. Ja. Nou, dan heb ik nog een nieuwsitempje, want ik ben natuurlijk verkouden. Maar ik ruik gewoon niet even of mijn kleding schoon ruikt of zo. Dus ik trek het maar gewoon weer aan. Ik weet het echt niet. Ik ruik het niet, dus. Ik was gisteren bij een Italiaan wezen eten. Nou ja, vetten, olie, het ruikt allemaal, het trekt allemaal in je kleding. Maar volgens mij ruikt het gewoon nog goed, hoor. Doe het gewoon weer aan. Jongens, ik heb een filmpje en daar ga ik zo plat om. Hoor even dit. Ik heb het even niet meer bij elkaar. Ik vind het zo grappig. Dit is mijn humor, dit soort gare dingen. Nou, ik heb echt een uur de slappe lach gehad. Joh, wat staat er een wind? Ik word helemaal weggewaaid, joh. Jee. Even boodschapjes halen voor vandaag. Je moet toch weer eten, hè? Ja, anders hou je het ook niet lang vol. Het is een beetje gek zo op zondag. Ik moet je eerlijk zeggen, nu ik op zondag werk en maandag vrij ben, is mijn hele weekritme een beetje kwijt. Ik weet af en toe nou even niet meer waar ik sta. En deze week, afgelopen week, was ik ook op dinsdag vrij en had ik juist maandag dat gala toen. Dus het is allemaal een beetje vaag. Die zon is wel echt even heel lekker. Yes, en ik ben alweer klaar met repeteren. Het was een hele drukke dag. Ik heb weer niet zoveel gevlogd. Eigenlijk een beetje het weekend is ook niet heel veel vloggen. Nu tegenwoordig in de aankomende tijd tot december. Want ja, ik repeteer gewoon heel veel. Ik probeer echt wat dingen te filmen, maar soms dan lukt het net niet. Omdat ik dan net weer overal nodig ben en dan ook weer niet. Maar je moet toch een beetje aanwezig zijn, want mocht je worden opgeroepen, weet je. Dus het is een beetje twijfelachtig, zeg maar. Maar goed, ik probeer mijn best te doen om wel veel meer aan jullie te laten zien in de repetities.
Zodat je ook een beetje weet waar ik nou mee bezig ben. Vanavond lekker thuis. Morgen, ik moet me een beetje klaarmaken. Want morgen heb ik natuurlijk de televisieopnames weer voor de Faker. De laatste dag. En dan is dat project ook weer klaar. Ik heb een leuke daily question voor vandaag. Want hebben jullie je schoen al gezet? Haha. Ja, ik niet. Nee, ik niet. Jammer. Ik ben het eigenlijk helemaal vergeten. Maar misschien heb jij wel lekker je schoen gezet. Oud of jong, we kunnen het allemaal doen, toch? Hoe leuk is het? Laat maar weten. Koud, die wind. De maan, die komt ook echt heel mooi tussen die wolken. Ik kan het net heel vaag filmen. Zie je daar? Wauw. Kijk, nu kan je het mooi zien. Oh nee, net weer achter een gebouw. Hou op. Kijk, daar achter die wolken. Wauw. Echt een mooi gezicht. Kijk dan. Ja, daar is die hoor, de maan. Tadaa. Ik vind het altijd toch heel mooi. Ik weet niet of die vol is hoor. Volgens mij niet. Nog net niet. Oh, en wat is het dan weer fijn om binnen te komen. Lekker in die warmte. Oh, lekker. En dan zou je echt lekker een bakje thee willen hebben. Of misschien een hele lekkere warme chocolademelk. Bijvoorbeeld. Oh my. Het water loopt uit de smoel. Deze foto doorgestuurd. Moet je kijken. Wat afschuwelijk. Ik wist gewoon echt een Nutella te vinden. Nee joh. Ik zie eruit. Ik zie eruit. Afschuwelijk. Met die klauwen van helemaal in de chocopasta. Bah. Oh my god. Ik ben even een livestream aan het kijken van Enzo Knol. Dat hij meedoet aan een Fortnite 1 million invitational. Weet ik het, Fortnite event. Nou, hartstikke leuk jongens. Ik heb al zo lang niet meer gefortnit. Ah, ik moet het ook echt weer gaan downloaden. Het schijnt dat je nu weer helemaal bij seizoen 1 bent. Of bij het OG seizoen, hoe ze dat noemen. Dus ik wil super graag spelen, maar... Ja, ik weet niet, dan moet je het weer downloaden. En pff, vind ik ook wat een update, weet je wel. Het duurt uren op die PlayStation. Maar ik vind het ook zo even leuk om zo gewoon te kijken. En ondertussen ben ik lekker aan het editen. En ik moet even mijn schoenen nog poetsen. Want die heb ik morgen nodig. Die moet even weer wit worden. Ik moet zeg maar echt precies weer aan wat ik iedere draaidag aan heb gehad. Dus ik moet even mijn setje weer bij elkaar gaan rapen. Ik ben even een soort van gestrest, want morgenochtend rijden er geen treinen naar Amsterdam. Waarom, weet ik ook niet. En ik moet precies in Amsterdam zijn, om 9:00. Dus ik moet een hele soort omweg nu gaan nemen. Ik moet dus 7:15 al in de tram zitten. Ja, super vroeg. Dus, oh mijn god, waar ik normaal eigenlijk een uurtje over zou doen, moet ik nu 2,5 uur over doen. Dus ik zit er echt even nu van te kijken. Ik zit echt overal te checken, rijden er echt geen treinen? Dus dat betekent ook dat ik vanavond wel vroeg naar bed wil, want dan ben ik vanmorgen gewoon uitgerust. Morgen is een lange dag van 9 tot 5. Ja, dus ik dan wil ik gewoon 10 uur gewoon eigenlijk mijn ogen dicht doen. Oh, er zijn ook allemaal het treinverkeer in Zuid-Holland, Zeeland, FS, Brabant, ik ben Zuid-Holland, wordt tot 9 uur stilgelegd. Dit betekent dat daar geen treinen rijden. Jeetje, maar wat een gedoe. Allemaal weer stakingen en oh my god. Nou goed, dus dat is een hele omreissituatie. Nou, ik word helemaal gestrest op het, jongens. Ik ga de vlog afsluiten. Ik moet dit echt even onderzoeken. Hoe kom ik morgen naar Amsterdam? Waar? Oh, allemaal omleidingen, werkzaamheden. Nou, ik word helemaal zenuwachtig. Jongens, slaap lekker. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.